I'm about to cry, echt. Ze is daar. Ik weet niet hoe ik moet denken. Sorry, maar die hebben echt gezegd van sommige mensen, hè. We waren eentje verwijderd van 100.000 euro. Dag vrienden. Het is vandaag dinsdag 29 november. Ik ben een beetje aan het trillen, want het is de dag van mijn rijexamen. Het is nu 9:15. En ik ga nu vertrekken naar het rijschool eerst, waar ik nog wel zo'n uurtje met mijn instructeur kan voorbereiden. Het ding is ook gewoon, het is buiten ineens zo dit weer. Ik heb echt al in elk weer rondgereden, behalve in mist. Kobe is er ook. Dus eigenlijk wil ik, Kobe, dat jij ook een stuk vlogt. Ik heb een arm hier, hè. Dat is niet zo erg. Dus ik ga straks de camera met u meegeven. Dan wil ik een beetje vloggen. Ja. Als jij weg bent. Ja. Maar ik kan toch niet mee in het zwembad pakken? Nee, maar gewoon. Nee, maar gewoon. Maar je moet niet zo stressen, baby. I'm about to cry, echt. Again. Maar ik heb gezegd als ze niet zo moet stressen, maar dat helpt niet echt. Nee, dat helpt totaal niet. Het ding is gewoon, ik kan niet zo makkelijk stress van mij afzetten. Jij kunt dat wel kijken, ik totaal niet. Dus ja. Bon, we gaan het moeten zien, hè. Maar je kunt rijden, hè. Ja, ik weet het. Maar niet in dit weer. Ja. Dit is echt weer zo typisch. Ja, dat is goed, dan kun je rustig rijden. Dan moet je je niet overhaasten. Zie je het toch wel als je iets afkomt. Hebben ze mijn mistlichten op? Huh? Zou die dat moeten opzetten, mistlichten? Weet je hoe dat moet? Ik ga nog vragen. Maar ja, ik doe het ook niet met mijn eigen auto, hè, dus... Ja, vooruit voor de zekerheid. En je kunt alles aan de ruimte ook, hè? Ja. Ja, oké, het volgende shot gaat aan Kobe zijn, denk ik, want ik kan al bijna niet meer spreken nu. Ik heb shots net afgezet. Er zat heel veel stress. Ze heeft me ook een beetje verplicht om te vloggen, dus bij deze. Dan zeker met dat weer had ze toch een beetje bang. Maar ik zei van ja, dan kun je even goed rustig rijden, dat gaan ze niet erg vinden, want het is mist. Maar ik ga nu zelf zwemmen, dus veel vroeger kan ik dat niet doen. Maar Joel, goed luck, toi toi. Ik ben nu dus aan het wachten op Joel. En ik heb echt zenuwen in haar plaats. Ik hoop echt dat ze erdoor is. Want ze kon goed rijden, maar dat is altijd zo'n momentopname. Let's hope. Ik zie ze nog niet. Ja, ik zie ze nog niet buiten komen, dus ik zal nog even moeten wachten. Het is zo spannend! Waar blijft hij ook? Dan is chauffage in je auto. Veel te warm. Ze is daar. Ze is daar. Ik weet niet hoe ik dat moet denken. Wacht, Sani. Ik zie meer papieren, dus je zet erdoor, hè. Ja, je zet erdoor. Oh, je bent echt zo blij. Ik zag het al, want je had meer papieren vast. Baby! Je moet nee! Je moet blij zijn! Hoeveel jaar? 5 jaar moeten strijden. Je zet er door, hè. Sorry. Dat is niks. Is dat nu je begeleider? Ja. Sorry. Je moet nog tekenen. Ja, ja. Merci, hè, Dieter. Gaan we terug? Ja. Merci, Dieter. Ik denk dat ik maar één opmerking had. Laat zien. 9 op 10 op mijn dingen. Ja, maar dat... Schakelen. Hey, wat is dat weer? Ik heb heel de tijd teruggeschakeld. Ze is niet milieuvriendelijk, man. Dat is dik. Ik schakel heel de tijd terug. Ja, ja. Vervuiler. Wat bedoelt hij daar dan mee? Ja, dat je niet op je modder afremt. En wat staat er nog op? Voldoende aandacht. Bochten, voorbehoud. Omdat ik één keer over de streep. Maar dat is daar zo'n kei moeilijke bocht. Dus je pakt die over de streep. Maar je zet er door, hè. 7 jaar! Heeft het geduurd?
Oh, amai. Ah, oh, goed zo, echt waar. Oh, zo'n pak van mijn hart. Amai, amai. En met mij dan? Allee, oh, ik ben zo blij voor u, echt waar. Oh, ik heb zo moeten wenen. Oh, ik ben zo blij. Allee, dus daar kan we vanaf van die zever, hè? Oh, eindelijk. Kom. Ja, allee. Oké. Okay. Goed gedaan, meiteke. Dank, moet ie. Dat ik eens, hè. Bye bye. Doei. Doei. Salut. Snor, ik heb mijn rijbewijs. Oh my god. Kijk eens wat je daar. Dat is dus het lot van elk pakje dat ik dus bestel. Pak het watje. Mijn hond houdt altijd dat karton opeten. De vierde zijn we om kraslotjes geweest. We testen ons geluk vandaag. Dat vinden wij tof. Dus als je in de feestdag hebt gehad van die cadeautjes. Dus ik hoop bij er eentje en met onze winst kopen we dan nieuw. Ja. En als het daar stopt, dan stopt het ook. Dus we willen jullie geen gokproblemen aanpraten. We zijn niet verslaafd. We hebben het gewoon nodig. Ik ben niet verslaafd aan de drank. Ik heb het wel nodig. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het alleen nodig. Hey, je begint al. Ah ja. Allee jong. Ja, dat begint al goed. Ja, dat is niks. Dat is niks. Ja, 2 euro. Is het? Ja, ik heb 3 flamingo's. Oh! 2 euro! Maar 2 euro? Beter dan niks. 2 euro. Voilà. Hey! De moment supreme. Ja, 6 euro! 6 euro! We waren eentje verwijderd van 100.000 euro. Maar dat is altijd, hè. Clickbait. We hebben nu 15. Ja, oké, okay, voilà. 15 euro gewonnen. Joepie. Wij weten niet zo goed wat we hebben gemist, maar wij moeten nu naar Diest. En nu zijn wij 2 uur onderweg. Ik ga wel nog lekker een TikTok maken, want ik heb mijn outfit. On fleek. Een manneke dat je langs de weg ziet staan. Zo. Dus ja, zo. Dat is wel echt waar. Dat is wel een mooie outfit. Ja, en Benny. Zo dat schildpadje en gewoon. Dat is ja, lekker. Dat ben ik. Gewoon in een kleine depressie. Hij moet heel erin plassen en het is nog 10 minuten. Je moet plassen! Je bent te zoet. Kijk, dat is zo typisch mannen, hè? Die kunnen dan zo de pipi niet inhouden. Makkig, ik ben al 2 uur onderweg. What the fuck, bitch? Ja! Waarom film je niet mee? Omdat ik vlogger ben. Wat? Ja. Wanneer? Sinds vanmorgen. Jij mocht nu zeggen wat we gaan doen zijn. We zijn net gaan eten met mijn papa. Papa? We arrived. Now going inside. Ik en ja, Elle gaat naar huis. Terug naar huis. Naar huis. Zuhausen. Jan heeft wel vandaag haar rijbewijs gehaald. Ja! Moet je de beelden zien van ik die aan het blijten ben? Wacht, ik ga dat even tonen. Het is momenteel 6 uur 's morgens. Mama en ik gaan vandaag naar Paradise. Om zo een dagje verzorger te zijn achter de schermen. Dat is ook in het kader van een samenwerking. Dus, Een uur en een half later, ja, een uur en 3 kwartier, zijn we er, maar kijk naar dit weer. Het is hier koud. Oh. Ik heb 3 lagen aan en 2 broeken. Ik ben wel de coolste van de dag, denk ik, met deze pet. Je zult er al ver bang van worden, hè? Amai. Oh nee! Sorry, Normair. Die snoet. Is de moeilijkste, mama? Wat is in dat bad? Ja. Amai, mama, voltreffer. Oei, misschien verschiet die. Little boy. Zit bij Lulu. Die zitten wel gescheiden aan elkaar, want blijkbaar haten die elkaar. Al zij hem. En zij heeft haar 2 vorige mannetjes gedood in andere parken. Toch vrouwen wel. Dat valt hier al serieus tegen. Want, hoe het niet. Bergop. Onze mama is juist gelijk een pro. Wortels verstopt voor olifantjes. We staan dus in dat domein, hè. Dat is wel sick. Want de mensen lopen dan zo daar. Het park is ook nog niet open, het is nu momenteel nog super rustig. Ik werd net aangestaard door een luipaard. Pretty sure dat hij mij gewoon wou killen.
ben eens benieuwd hoe vol dat er hier zoiets gaat zijn. En wat we allemaal nog gaan doen. En het is super grappig, want je ziet heel dat zand als vormen van die olifantenpoten zo. Cute. Krijg je niet op beeld? Cute. Nee, nee. On n'est pas au même niveau là. T'es sick. Oh non. Ah, peut-être de poulet ou quelque chose pour Leïla. Oh, babytandjes. Ja, ze hebben van die kleine tandjes. Ik weet wat het probleem is. Als hij zo zacht en lief doet, dan wil hij eigenlijk knuffelen. Ja, dat mag niet. En dan moet je niet doen. Sorry, maar die hebben echt gezicht van sommige mensen, hè? Hoe dat? Ja, ik herken daar wel bepaalde type van zo'n man met van die witte snorren zo. Nee, je weet niet wat ik bedoel. Zo die ene die met de kampioenen meespeelt. Die burgemeester. Dat is niet de kampioenen, hè? Of jawel? Jawel. Ja, 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 ja. Nice. Wat vond je ervan? Nice. Ja? Gezellig. Ja, het was wel echt speciaal. Ja. Ik denk dat ik nog nooit zo dicht bij een olifant en een leeuw ben geweest. Wow, jong. Jij vond die leeuw ook zot, hè? Ja, dat is die zich uittrekte zo. Oh. Ja, het park op zich is wel echt super mooi. Ja, dat is voor ons. Verzorgd en proper. Ja, dat is wel echt tof, maar ik zou graag terugkomen op een ander moment. Als het iets warmer is. Dus joepie, op naar Temse nu. Ja. En hopelijk een volgende keer, want we hebben 2 parkeerticketjes gekregen. En dat is nog geldig tot 8 januari. Maar ja, dan is het ook nog altijd heel koud, hè. Dus... Het is nog kouder. Ja, dus dat gaan we niet doen. Allee, boom.